Aaron. Uiteindelijk een 0-1 nederlaag. Een herboren ADO qua inzet en beleving. Alleen je koopt er heel weinig voor. Ja, dat is denk ik een goede samenvatting van de wedstrijd. We staan met lege handen, maar het enige wat je dan hebt is dat we toch enigszins zelfvertrouwen, ondanks 0 punten, maar het getoonde spel en de waardering van het publiek. Ze zien dat we er alles voor hebben gegeven en staan wel met lege handen, maar ik denk dat we tegen andere tegenstanders wel met 3 punten zouden kunnen komen staan. Alleen dat is nu het punt, want komende vrijdag moet je dan thuis tegen Twente. En dan moet je minimaal hetzelfde brengen wat je vanavond hebt gebracht. Maar kan je dat als ploeg opbrengen? Want ADO tegen Feyenoord is altijd apart, ongeacht de stand op de ranglijst. Ja, dat klopt. Maar ja, dat wat je zegt, dat moeten we precies wat jij zegt. Wij moeten het opbrengen om tegen Twente en hetzelfde spelers vandaag. Qua inzet en qua beleving. En dan zijn wij ervan overtuigd dat we genoeg punten kunnen halen om erin te blijven. Even terug naar de wedstrijd. Met name de eerste helft hebben jullie toch twee echte 100% kansen gehad. Ja, dan moet met een oud liedje natuurlijk, dan moet je scoren. Ja, sowieso. Daarom denk ik dat we te weinig hebben gekregen. Ook ondanks dat Feyenoord wel spel maakte. Maar we hebben wel mogelijkheden gehad. En niet alles misstaat op een netverlies. Ik denk dat we ook nog wat kleine kansjes hadden die we beter uit kunnen spelen. Tweede helft wat geluk moeten hebben met het opportunistische spel. Ja, maar goed, we staan met lege handen wat je zegt. De 0-1 die valt in de hoek bij de cornervlag. Duel tussen Ebouy. En Elia, ja, dan moest je eigenlijk Ruxi geloof zo zijn en die bal bij wijze van spreken het stadion uitschieten. Ja, dat is achteraf. Ik denk dat hij het in principe eerst goed probeert de bal over de achterlijn te gaan. Ja, goed, Elia zet goed druk. Daarna gebeurt er nog die tweede bal die komt volgens mij bij El Amali. Dat mag niet. Maar goed, dat is inherent aan voetbal helaas. Hoeveel energie heeft die wedstrijd jou gekost? Ja, dat moet ik vooral morgenochtend even afwachten, denk ik. Maar ik voel het nu wel. Maar ik denk dat ik morgenochtend, als ik aan mijn bed stap, helemaal ga voelen. Ja. Maar... Eerste keer dat je weer 90 minuten maakt. Je zegt, dat merk je pas morgen rond. Wat dat betreft, heb je het gewoon goed gedaan? Ja, wat dat betreft fysiek ben ik tevreden. Natuurlijk moet ik wel fitter worden nog. Maar dat word ik alleen maar door wedstrijden te spelen. En het einde zie je er wel een beetje dat de krachten wegvloeiden. Ik had niet echt heel veel kracht meer. Dus kom ik ook iets minder mee naar voren. Maar goed, wat dat betreft, we hadden genoeg voor in mensen. Dus, Defensie qua samenstelling was ietsjes veranderd. Wat dat betreft oogt het veel stabieler als de voorgaande weken. Ja, vind ik altijd makkelijk zeggen. Tuurlijk oogt het wat stabieler, maar we hebben nu echt wat compacter. Waardoor er misschien ook minder druk op de verdediging kwam, wat dat betreft. En, we hebben nu gewoon als team goed gedaan wel. En hopen dat we op dezelfde lijn doorgaan. Ja. Nog 11 wedstrijden te gaan. Laatste in de competitie. Maar het puntverschil is dusdanig klein dat het nog alle kanten op kan. Ja, dat heb ik al gezegd. Dat is ons voordeel, dat de ploegen dicht bij elkaar staan. Kijk, mocht je een goede race maken, kan je klimmen. Maar goed, je moet niet te lang wachten met punten halen. Want dan wordt de situatie steeds uitzichtlozer. Maar wij hebben er zeker na vandaag toch wel vertrouwen in dat het goed gaat komen.